je wat vragen? Wie heeft die Feyenoord-vlag opgehangen? Ja, ik. Ik. Ja. Ja, overal waar ik kom, daar hangt een vlaggetje neer hoor. Ik heb me niet schelen waar het is. Dus, serieus? Serieus, ja. Ik heb een hele kofferbak vol liggen met vlaggetjes. En overal waar ik kom, hang ik hem op. Hangt hij er nog? Volgens mij een hele enge Feyenoord-vlag. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam, ja. Kan toch niet? Nee, dat kan zeker niet. Nee. Ja, ik zie een Feyenoord-vlag. Ja. Kak. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat gaat niet goed. Nee, toch? Nee. Schandalen, man. Schandalen, echt. Je bent in Amsterdam? Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Nee, maar de mensen die tegen die lelijke vlag aan moeten kijken wel. Kijk eens. Met hart en nieren. Hand in hand. Kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Jongen! Feyenoord, hè? Wie heeft dit gedaan? Die mensen die daar werken, die vinden het heel grappig. Heel grappig. Het is heel gevaarlijk, man. Echt. Hebben jullie geen Amsterdamse collega's die het echt helemaal niet grappig vinden? Nee, dat zijn sowieso geen collega's als ze uit Amsterdam komen. Dus ook deze discussie kunnen we staken. Ieder zijn eigen ding, toch? Ja. Ja, dat moet er gewoon kunnen, eigenlijk. Maar hij moet er ook weer af kunnen, toch? Hij moet er wel af kunnen, dat is één ding wat zeker is. En lekker in Rotterdam blijven.